De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit eist dat verkopers en verhuurders van populaire multiplay springkussens extra maatregelen treffen om de toestellen veilig te houden voor kinderen. De autoriteit reageert daarmee op twee ernstige ongevallen van afgelopen zomer waarbij kinderen zwaar gewond raken. Eén van de kinderen viel van een kussen in de vorm van een piratenschip, de ander van een type krokodil. Eén van de enden uit Maasdijk vuurt springkussens, maar niet van het merk Multiplay uit China. Een ongeluk is een groot woord, maar ja, ik doe het vanaf 1999, dus er is er altijd wel eentje afgekomen of met een bloedneus of kleine incidenten, die blijf je houden. Kijk, het grootste gevaar is dat er kleine kinderen en grote kinderen gelijktijdig op het kussen gaan. Dit kussen is sowieso een Hollands gefabriceerd springkussen. Die voldoen eigenlijk meer aan de eisen. De wanden die zijn hoog genoeg en het meest ideale van dit kussen is dat er een overkapping op zit. Dus de kinderen kunnen onmogelijk op de randen klimmen en daar afvallen. Ja, een multiplay springkussen die heeft attributen waar ze dus op kunnen klimmen. En dan kunnen ze op gelijke hoogte komen als de rand die hier nu afgebakend is met een afdekzeil. Ja, en als ze daar boven uitkomen, ja, dan kunnen ze eraf kukelen. En dat is het verschil met dit kussen. Bij verkeerd gebruik kan het ook gevaarlijk zijn. Dit kussen is bijvoorbeeld standaard voorzien van een stevig touw. Dan krijgen ze bij mij een bakje met haringen en een hamer. En dan is het een kwestie van goed verankeren of aan andere hekwerk of iets. Zodat met wind dat hij niet weg kan waaien, want daar gebeuren ook nog wel eens wat ongelukken mee. De kussens van Eeft zijn goedgekeurd door de autoriteiten.